Toen Arius als burgerinitiatief en samenwerkingsverband voor gezonde lucht in 2010 van start ging in Eindhoven wilden we iedereen betrekken. Deze moderne lokale samenleving was uitgegroeid tot 150 aanwezige nationaliteiten met bijbehorende gedragspatronen. In Eindhoven vormen taal- en gedragsculturen grote bevolkingsgroepen die ruim 30% van de stad vertegenwoordigen. Als we het dan hebben over het ontwikkelen van een gezonde, veilige leefomgeving, dan dienden alle partijen betrokken te worden, niet alleen de lokale Nederlanders. De luchtvervuiling die wij allemaal samen veroorzaken, is een weerspiegeling van de manier waarop de maatschappij is georganiseerd en wordt beleefd. We kunnen de vervuilende bronnen aan proberen te pakken, zoals de industrieën, mobiliteit, het energiegebruik, de wereldwijde distributiepatronen of de agrarische dynamiek. Dit gebeurt door overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen uit te nodigen tot de Arius Integrale Gezondheidssamenwerking. We noemen dat ook wel de harde kant van de samenleving, de structuur, die ooit contextueel werd opgebouwd vanuit een geldgedreven en afhankelijke belangenwerkelijkheid. Maar Arius vertegenwoordigt een overkoepelende werkelijkheid van bestaansrechtelijke menselijke essenties waar we allemaal samen verantwoordelijk voor worden geacht. Ook de structuurkant. Dan is er de zachte kant, de menskant. Dat is de kant van het al dan niet bewustzijn over ons gedrag en de culturele invulling ervan. Inclusief al onze eigen bijdragen aan de moderne problemen, maar ook onze leren en aanpassingsprocessen. Als stad van morgen proberen we die harde en zachte kanten te verbinden aan de menselijke essenties, zoals gezondheid en een gezonde leefomgeving via Areus. De overkoepelende financiële wereld van arbeid, prestatie, concurrentie en afhankelijkheid heeft de tendens om ons van elkaar af te zonderen. We redeneren dan met name vanuit financiële belangen. In een structuur met verschillende culturen en lagen gaat dat vaak gepaard met jaloezie en oordeel naar elkaar toe. De overkoepelende wereld van menselijke existentiële waarden van de stad van morgen blijkt juist wel een verbindend effect te hebben tussen mensen en culturen. Voor Arius werd het belangrijk om op een brede manier de hele diversiteit van de culturele gemeenschap te betrekken bij de gezondheid-uitdaging. De deuren gingen open en de verschillende bijeenkomsten werden hardverwarmend en verbindend beleefd door allen die aanwezig waren. Vaak bleek dat deze dialoog over menselijke essentiële waarden eenvoudiger was met mensen van buitenlandse komaf dan de conservatieve Nederlandse bevolking zelf. De Nederlandse bevolking zit veelal op alle niveaus vast in haar gewoonten die niet eenvoudig aan te passen zijn. Dat geldt niet alleen voor openheid in omgang met andere culturen, maar ook bijvoorbeeld het verzet van bepaalde groepen om vuurwerk met nieuwjaar los te laten wegens de luchtvervuiling. Mensen echter, die tegenwoordiger voor kiezen om naar Nederland te komen, beleven verschillende werkelijkheden en staan vaak veel meer open voor inspiratie en sociale innovatie. Gaandeweg begon de stad van morgen, met de Arius-uitdaging, bruggen te slaan tussen die culturele eilanden. Er ontstond een geheel nieuwe stedelijke dynamiek waar gaandeweg ook Nederlandse individuen en groepjes zich bij aangingen sluiten. Het was mooi om te zien hoe de diversiteit aan individuele culturele expressies open gingen staan naar en voor elkaar. Helaas gooide de COVID-maatregelen roet in het eten en werden die moeizaam bereikte, warme banden weer geminimaliseerd. De leerweg had zich positief gemanifesteerd, met vele positieve initiatieven die zich nu wederom op trachten te bouwen. De waarde van diversiteit werd gaandeweg als positief ervaren, waar het voorheen als angstig en negatief werd gezien. Vanuit die gezonde verbindende positiviteit zijn ook andere gezondheid gerelateerde aanpassingen samen bespreekbaar, zoals het werken aan onze gezonde lucht. We zijn nu enkele jaren verder en willen die interculturele diversiteit vanuit de menselijke essenties wederom opnemen, nu in de dialogen. Daarom zal er tevens, naast de Nederlandse dialoogversies, een uitnodiging uitgaan in het Engels, waar ook de Nederlandse geïnteresseerden zeer welkom zijn. De online dialogen zijn een samenwerking tussen allerlei betrokken partijen in Areas en het regionale meetnet.